Dinsdag 2 juni start de avondvierdaagse. Deze wordt georganiseerd door Venloop Kids. De avondvierdaagse is één van de 3 beleefmomenten in het jaarprogramma voor basisschoolleerlingen. Venloop Kids is een samenwerking tussen een drietal partijen via VVV, het spoorbedrijf van de gemeente Venlo en stichting Venloopstad.com, de organisatie van de Venloop. En het jaarprogramma is in principe opgezet om als één partij naar de scholen toe te kunnen gaan. Binnen het jaarprogramma hebben we een aantal zaken georganiseerd. Eén daarvan is het lespakket, waarbinnen een aantal andere partijen een module aanbieden die kunnen worden afgenomen door de scholen. En tevens zitten er een drietal beleefmomenten in het jaarprogramma van Venloop Kids. Dat is ten eerste het Kruifkoord 6-6, het toernooi georganiseerd door via VVV. Ten tweede de Kids for Kids beleefdag van de Venloop. En ten derde de avondvierdaagse van het spoorbedrijf van de gemeente Venloop. Venloop Kids is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte om kinderen, met name basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, bewust te maken van een gezonde leefstijl. Daar scharen we eigenlijk onder voldoende beweging, gezonde voeding, maar ook een gezonde geest. Om te bereiken dat zo'n gezonde voeding, gezonde leefstijl, voldoende beweging, dat dat echt gaat landen bij kinderen, is het belangrijk om ze het hele jaar door betrokken te houden. En dat kunnen we dus bieden door een jaar rond programma op te stellen en dat in samenwerking met de scholen die ook betrokken zijn aan te kunnen bieden aan de kinderen. De deelnemers lopen een afstand van 6 of 12 kilometer en iedere avond een andere route. 4 dagen lekker wandelen, 2 tot en met 5 juni met als start- en finishlocatie hier bij het stadion De Koel. Met name belangrijk voor ouders en wandelaars en kinderen om een goed scootje aan te doen, een goede zin mee te nemen en natuurlijk ook lekkere kleding aangepast op het weer. De wandelroutes zijn zo goed als hetzelfde gebleven. Een enkele wijziging op de donderdag, maar de routes staan op de site van Venloop Kids, zodat scholen en wandelaars, individuele wandelaars, deze van tevoren kunnen bekijken. In groepjes wandelen, liedjes zingen en gezonde tractaties in de pauze. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om deel te nemen aan een eendaagse wandeltocht. Een wandeltocht van ongeveer 18 kilometer en bedoeld voor alle type wandelaars van recreanten tot geoefende lopers. Op vrijdag is er een extra wandeltocht van 18 kilometer. Die begint 's middags al en die zullen de wandelaars zullen binnenkomen voordat het defilé van de echte avondvierdaagse zullen binnenkomen. Dus dat is een tocht waar zich momenteel heel wat, voornamelijk oudere mensen, voorop hebben gegeven. Maar het is voor iedereen toegankelijk. Dit jaar zal UNICEF, die zullen op dinsdag enveloppen uitdelen na de wandeltocht aan de kinderen. Die kunnen daar die enveloppen proberen te vullen door sponsoren. En die kunnen ze vrijdag weer inleveren en bij inlevering krijgen ze iets van UNICEF. De start en finish zijn iedere dag bij Seacon Stadion De Koel. Met als afsluiting op vrijdag 5 juni het defilé. Het defilé gaat dit jaar wederom door het stadion. Stadion De Koel. Daar worden de groepen één voor één ook omgeroepen. Alle wandelaars krijgen een medaille en van tevoren een bloemetje. Zodat het een mooie sfeer geeft in het stadion. Het is de bedoeling dat ze door het stadion lopen. Dus niet daar blijven staan, maar wel doorheen lopen. En dan kunnen ze daarna buiten het stadion en in een voetbalcafé kunnen ze gezellig samen zijn. En het feesten dat ze 4 dagen hebben gewandeld.